En de NPS heeft Marie Levens voorgedragen als de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dit gebeurde afgelopen zaterdag tijdens het partijcongres in Grugari. De twee eerder genoemde kandidaten voor deze post, met name Danielle Bildsneider en Shanti Venetiaan, hebben aangegeven geen bezwaar te hebben om anders ingezet te worden. Levens had eerder aangegeven geen belangstelling te hebben voor deze functie. Zij heeft zich uiteindelijk bereid verklaard de post te willen invullen. Gregory Rusland, voorzitter van de NPS, haalde aan dat de kandidaat voor onderwijs een deskundige moet zijn, die weet heeft van curriculumontwikkeling. Daarnaast moet de persoon volgens hem ervaring hebben met het basisonderwijs tot en met de universiteit. Marie Levens heeft een aantal jaren op verschillende plekken op dit ministerie gewerkt. Volgens Rusland is zij de beste kandidaat voor deze post. Daarnaast heeft de NPS Silvano John Ahing voorgedragen als minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Rusland geeft aan dat deze twee kandidaten door alle 10 afdelingen van de partij worden gedragen. Deze afdelingen hebben allen dus voorgestemd. De NPS-voorzitter gaf verder aan dat er vijanden om de loer zijn en de partij wil afhouden van een grote overwinning. Maar delay, NPS is geen Brokobana-partij, zegt de NPS in een persbericht. Hij benadrukt dat deze twee leden gedragen worden door alle organen en afdelingen van de NPS.